kanaal van Happy Healthy. Leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik het met je hebben over pindakaas. En dan in het specifiek van het merk Calvé. Wij hebben een video op Happy Healthy op ons YouTube kanaal waarin veel meer merken pindakaas worden vergeleken. Dus mocht je meer willen weten over welke pindakaas nou wel of niet goed is, van verschillende merken, dan verwijs ik je graag door naar die video. Die vind je hieronder in de video gelinkt. Maar vandaag ga ik het kort met je hebben over de kalvee pindakaas, het meest populaire merk in Nederland. En de reden dat ik dat doe en waarom ik het specifiek over deze pindakaas wil hebben, is omdat ik heel regelmatig de vraag krijg wat nou het verschil is tussen de verschillende soorten die zij hebben en of er nou een bepaalde soort gezonder of minder gezond is. Nou, ik heb hier drie varianten van Calve Pindakaas, namelijk gewoon de originele versie, de light variant en de variant met stukjes noten. Nou, laten we eerst even kijken naar gewoon de originele variant van de Calvé pindakaas. Nou, uh, wat is er aan deze pindakaas allemaal toegevoegd? Want het is niet alleen noten wat hierin zit. Het bestaat namelijk voor 85% uit pinda's. Maar daarnaast worden er plantaardige olie aan toegevoegd. Namelijk raapzaad, soja en volledig geharde palmolie. En daarnaast wordt er ook nog zout aan toegevoegd. Nou, kijk ik dan naar de voedingswaarde, dan wordt er... 0,55 gram zout per 100 gram aan toegevoegd. Wat erop neerkomt dat het per broodbeleg 0,08 gram zout is. Nou, dat is op zich niet heel veel. Het bevat zo'n 100 calorieën per broodbeleg. En 8,7 gram vet, waarvan 1,3 gram verzadigd. Nou, wat vind ik nou van deze pindakaas? Persoonlijk zou ik deze pindakaas niet aanraden. Dit ga je me ook horen zeggen over de andere twee varianten. De reden dat ik dat zeg is omdat ik vind dat de plantaardige oliën die toegevoegd zijn aan deze pindakaas niet per se voordelig zijn voor de gezondheid. Het zijn sterk verwerkte oliën die vooral omega-6 vetten bevatten en minder omega-3 vetten. En de omega-3 vetten zijn juist de vetten waar je op moet letten om zoveel binnen te krijgen. En omega-6 krijgen we eigenlijk al in een redelijk grote hoeveelheid binnen in ons voedingspatroon. Nou, daarnaast, dat gezegd hebbende, is bijvoorbeeld geharde palmvet helemaal niet gezond voor je. Daarbij komt ook nog eens kijken dat palmvet heel slecht is voor het milieu. Dus, dat is ook nog een reden om het te mijden. Maar, dat is wel de reden waarom ik deze pindakaas niet zo snel aan zou raden. Aan het einde van deze video laat ik je nog kort even het soort pindakaas zien wat ik wel aan zou raden, zodat je in ieder geval weet hoe je het het beste kan vervangen. Maar waarom ik deze video eigenlijk wil maken, is niet om je te vertellen wat nou wel of geen gezonde pindakaas is, maar om je te vertellen over het verschil tussen deze drie soorten. Want daar krijg ik heel vaak vragen over. Nou kijken we naar de light variant. Allereerst moet gezegd worden wanneer mag je de term light gebruiken? De term light mag wettelijk gebruikt worden wanneer er 30% minder van een bepaald macronutriënt in dat product zit. Dat betekent dat het 30% minder vet, suiker. Of eiwitten moet bevatten. Nou, in het geval van de light pindakaas, dan gaat het om de hoeveelheid vet. Kijken we namelijk naar de hoeveelheid vet per 100 gram is het 41 gram vet per 100 gram. Nou, bij deze variant is dat 58. Dus dat is waar het verschil in zit. En wat ik interessant vond voordat ik deze video ging maken, maar al had bedacht dat ik hem wilde maken, wilde ik eigenlijk iets over light pindakaas zeggen wat niet meer waar blijkt te zijn. Voorheen was het namelijk zo dat de light variant van de Calvair pindakaas, daar hadden ze 30% vet uitgehaald. Maar wat ze er niet bij zeiden en wat wel wettelijk is toegestaan, is dat ze er iets anders aan toegevoegd hadden. Ze hadden er namelijk flink wat suiker aan toegevoegd. Doordat ze dit hadden gedaan kwam het uiteindelijk qua calorieën eigenlijk op hetzelfde neer voor de twee verschillende soorten pindakasen. Maar toch mochten ze het light noemen. Mocht je voorheen ook wel eens de light pindakaas geproefd hebben, dan heb je misschien wel het verschil in smaak gemerkt. Het smaakte een beetje als een suikerpinda. Er werd enorm veel suiker aan toegevoegd. Maar wat bleek nou toen ik deze pindakaas kocht? Die suiker wordt niet meer toegevoegd. Nou dat vind ik een hele goede vooruitgang, dus duimpje omhoog voor Calvé. Maar nog steeds zou ik deze pindakaas niet aanraden. Nou qua ingrediënten is hij redelijk vergelijkbaar met de gewone Calvé pindakaas. Um, wat is het verschil? Er zit iets minder pinda in, 77%. Er wordt een voedingsvezel aan toegevoegd. Er staat verder niet omschreven wat voor voedingsvezel dat is, maar ik vermoed dat het te maken heeft met dat ze een bepaalde structuur willen behalen die in de volvette pinda kaas ook zit. Wat die voedingsvezel is, weet ik dus niet. Nou en verder worden dezelfde plantaardige olie toegevoegd en een beetje zout. Qua hoeveelheid olie ga ik er dus vanuit dat het wat minder zal zijn. Nou de pinda is ook al wat minder dus dat haalt ook een beetje van het vet weg. Het verhaal over de olie blijft eigenlijk hetzelfde en zou ik het dus niet zo snel aanraden. Maar mocht je nou heel erg gehecht zijn aan je Calvé pindakaas en je probeert bijvoorbeeld af te vallen... Dan zou ik misschien nog eerder naar de light variant verwijzen dan naar de gewone variant. Maar als het gaat om gewoon in het algemeen hoe gezond het product is, maakt het niet zoveel uit of je de gewone of de light variant neemt. En ook als het gaat om afvallen is het verschil uiteindelijk niet heel, want per broodbeleg bevatte deze dus 100 calorieën, terwijl de light variant 80 calorieën bevat. Dus het verschil is ook niet gigantisch groot. Maar goed, het is iets waar je voor zou kunnen kiezen als je probeert af te vallen. Nou, de laatste variant die ook bij heel veel mensen populair is, is de Calve pindakaas met stukjes noot. En deze pindakaas wordt wel suiker aan toegevoegd. Kijken we namelijk naar de ingrediënten, dan staat er 81% pinda, wederom dezelfde soorten plantaardige olie, dextrose, wat een ander woord is voor suiker, en zout. Nou, kijken we dan naar de hoeveelheid suiker die het bevat, dan is dat per 100 gram 10 gram suiker. En per broodbeleg houdt dat in dat het ongeveer 1,5 gram suiker per broodbeleg is. Nou, ik vind het persoonlijk compleet onnodig om suiker toe te voegen aan pindakaas. Het is niet heel veel suiker per broodbeleg, maar toch zou ik zeggen er wordt al aan zoveel producten suiker toegevoegd. Probeer het te mijden daar waar je kan. Nou vraag je je misschien af kan ik dan wel nog pindakaas eten? Nou ja, dat kan natuurlijk zeker. Ik zeg niet dat het hyper ongezonde producten zijn, maar ik zou ze niet zo snel aanraden. Een andere variant die je misschien al kent is de 100% pindakaas. Dit is de versie van de Albert Heijn. Er zijn heel veel verschillende merken, maar zolang het uit 100% noten, in dit geval 100% pinda's bestaat, is het gewoon al een stuk gezonder. Er worden geen sterk verwerkte oliën aan toegevoegd. Je weet zeker dat er geen suiker in zit. Nou, in deze variant wordt ook geen zout toegevoegd. En dat maakt het gewoon een veel gezonder product. Nou, deze varianten zijn er ook met stukjes noot. Die zijn ook allemaal vrij van suiker, dus is al een veel betere optie dan bijvoorbeeld deze met stukjes noot. En er is dus zeker een manier om gezonde pindakaas te eten. Nou, ik hoop dat ik je wat verheldering heb kunnen geven over wat nou het verschil is tussen deze soorten pindakaas. Mocht je dus nog meer willen weten over allerlei verschillende soorten pindakaas, dan link ik hieronder die video waarin dat uitgebreid wordt besproken. Ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad en ik zie je graag in een volgende video. Doeg! Vond je dit een leuke video? Klik dan even hier om je te abonneren op ons kanaal. Kijk op happyhealthy.nl voor meer informatie en daar vind je ook onze afslankreceptenbijbel, ons kookboek met meer dan 100 gezonde recepten om mee af te slanken. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Tot de volgende keer. Doeg